Dit is het verhaal van een jongetje dat verdwaald raakte. Wat er toen met hem gebeurde en welke gevolgen dit 25 jaar later zou hebben, heeft de hele wereld geschokt. We gaan je vertellen wat er gebeurde. Geniet je van dit verhaal? Geef de video dan een like en tik ook zeker de abonneren-knop aan als je je nog niet aangemeld bent bij ons. Saru Brearley. De kleine Saru woonde in een dorp in India. Hij woonde alleen met zijn moeder en zijn grote broer. Ze had het niet breed en werkte hard om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. De moeder van de jongens had verschillende banen en haar oudste zoon werkte op een treinstation. De jongens waren vaak genoeg alleen thuis en de oudste zoon lette dan op Saru. Wanneer de broer een nachtdienst had, dan zorgde hij er altijd voor dat zijn broertje in slaap viel voordat hij naar het werk ging. Dit was een routine en Saru viel meestal heel gauw in slaap na een lange dag. Maar op één dag kon Saru niet slapen. Hij wilde ook niet alleen thuis blijven omdat hij bang was. Zijn broer wist toen niet wat hij met hem moest doen, omdat hij echt naar zijn werk moest. Hij wilde hem ook niet meenemen, omdat hun moeder dat helemaal niet fijn zou vinden. Maar Saru bleef smeken of hij met zijn broer mee mocht en de broer besloot hem toch mee te nemen. Hij zou dan 's ochtends na het werk gelijk thuiskomen voordat hun moeder het door zou hebben dat hij Saru had meegenomen naar zijn werk. Hij plaatste Saru op zijn fiets en ging naar het treinstation. Er was daar niks bijzonders te doen voor de kleine Saru. Hij zat op een bank en wachtte op zijn broer. Toen zijn broer opeens uit het zicht verdween, hield de nieuwsgierige Saru het niet langer vol en stond hij op van de bank. Hij verveelde zich en besloot de werkplek van zijn broer een beetje te verkennen. Een klein beetje rondkijken kon geen kwaad, toch? Althans, dat dacht de kleine Saru. Hij was nog nooit eerder op deze plek geweest en er was al heel veel te zien. Tijdens zijn ontdekkingstochtje kwam hij in een trein terecht en hij ging daar even op een bankje zitten omdat hij moe was. Maar hij was niet gewoon moe. Hij had die dag nog niet geslapen en toen hij plaatsnam in de trein viel hij al snel in slaap. Hij sliep heerlijk en werd uren later wakker in de trein. Toen Saru merkte dat hij niet in zijn bed en ook niet thuis was, werd hij heel erg bang en hij wist even niet wat hem was overkomen. Hij keek uit het raam van de rijdende trein, maar het enige wat hij zag was heel veel bos. Hij kon maar niet uitmaken wat er allemaal gebeurde. Kon dit waar zijn? Saru wist helemaal niet waar de trein naartoe ging en wist ook niet wat hij moest doen. Hij zag nergens zijn dorp of iets herkenbaars en zijn broer was nergens te bekennen. Saru durfde niemand wat te vragen en zat urenlang hopeloos in de trein. Hij dacht aan zijn moeder en broer en wenste dat hij ze weer kon zien. Toen de trein eenmaal stopte, stapte Saru uit in een drukke stad en wist niet waar hij was of waar hij naartoe ging. Hij was deze drukte niet gewend in zijn geboortedorp en keek zijn ogen uit. Hij wist nog steeds niet wat hij moest doen en stond daar helemaal alleen en verdwaald. Kun je je voorstellen hoe bang de kleine Saru toen was? Hij had niemand in deze vreemde stad. Hij was helemaal alleen en wist niet waar hij naartoe moest. Hij kende de weg naar huis niet en iedereen in de drukke stad leek alleen maar bezig met zichzelf en verzonken in hun eigen gedachten. Als de mensen hem al zagen, dan dachten ze dat hij een bedelaar was. Dat was helemaal niet vreemd, omdat je in deze stad haast elke dag wel een bedelaar tegenkwam. Iedereen had het druk en niemand dacht eraan om Saru te vragen of hij verdwaald was. Saru bleef zo dagen ronddwalen door de stad en leidde het leven van een dakloze. Hij sliep waar het hem goed uitkwam en de dagen vlogen al snel voorbij. Hij was op één keer zo moe en ging even langs de weg tegenover een restaurant zitten. Hij had ook erge honger en keek naar het restaurant. Daarbinnen zag hij een man aan tafel zitten, genietend van zijn voedsel. Saru begon te watertanden en hij verbeeldde zich het eten. Hij verbeeldde zich dat hij op de plaats van de man zat en aan het eten was. De man zag Saru zitten en merkte dat de jongen hem nadeed. Hij stapte toen op hem af om hem enkele vragen te stellen. De man wilde weten wat Saru alleen op straat deed en waar zijn familie was, maar Saru was zo klein en kon de man geen zinnig antwoord geven. De man had medelijden met Saru en wilde hem niet achterlaten op straat. Hij nam hem mee naar een hulporganisatie en daar kwamen ze erachter dat Saru niet kon lezen of schrijven. Dit maakte het nog moeilijker voor de autoriteiten om de familie van Saru te vinden. Saru kende de naam van zijn dorp ook niet en hij werd daarom in een weeshuis geplaatst. In het weeshuis was het leven veel beter dan op straat. Saru had elke dag wat te eten en hij was veilig. Op een dag kwam een stel uit Australië de foto's van Saru tegen op de site van het weeshuis en ze besloten hem te adopteren. Ze namen hem mee naar Australië en daar leefde hij in een groot huis.
Opeens had hij meer dan genoeg te eten en alles wat hij zich kon wensen. Zijn ouders zorgden heel goed voor hem en hij had een veel beter leven. Hij ging naar school en maakte nieuwe vrienden. Het leven in Australië was fijn, maar er ging geen dag voorbij dat Sahun niet aan zijn familie dacht. Hij vroeg zich altijd af waar ze waren en hoe hij hen terug kon vinden. Hij vergat ze nooit. Maar ondertussen groeide hij op en ging hij naar een goede school. En toen hij ouder werd, begon hij het internet te gebruiken om zijn familie op te sporen. Hij wilde hen zo graag terugzien. Zouden ze hem nog herkennen? Het werd een lange zoektocht voor Saru en hij besteedde veel tijd aan het onderzoek. Hij was soms 10 uur achter elkaar bezig met het uitzoeken. Maar hij gaf niet op. Hij bleef zoeken en wist dat hij er op een dag wel uit zou komen. Het zoeken duurde langer dan een jaar. Hoe denk je dat Saru te werk ging? Met Google Maps bekeek hij alle treinstations van India om te zien of hij het station zou herkennen. Hij bekeek de kaart nauwkeurig, maar kon nog niets herkennen. Maar hij was vastbesloten dat hij op een dag zijn geboortedorp zou vinden en liep altijd met die gedachte rond. Uiteindelijk werd zijn eindeloze onderzoek echter beloond. Hij vond satellietfoto's van zijn geboortedorp. Hij herkende de plaats op de foto. Hij zag de fabriek waar zijn moeder werkte en hij was heel zeker dat hij de juiste foto had gevonden. Saru liet toen alles achter en ging naar India. Hij wist intussen hoe zijn geboortedorp heette, iets wat hij 25 jaar geleden niet had geweten. Hoe anders was zijn leven geworden als hij de hulporganisatie destijds de naam van zijn dorp had kunnen geven. Hij wist niet hoe zijn familie zou reageren en of ze hem nog zouden herkennen. Hij wist ook niet of hij hen zou herkennen, maar hij wilde hen dolgraag zien en dat was voor hem het allerbelangrijkste. Hij was benieuwd hoe de stad er nu uit zou zien. Toen hij daar eenmaal aankwam, bleek er niet veel veranderd te zijn. Hij herkende de plaatsen waar hij toen de tijd speelde en hij voelde zich gelijk thuis. Hij had dit gevoel nooit eerder gehad en wist niet eens dat hij zich zo kon voelen. Hij was blij dat hij weer thuis was, maar hij was ook zenuwachtig. Hij had jaren uitgekeken naar deze dag en nu het eindelijk zover was, wist hij niet wat hem te wachten stond. Hij vroeg zich af of zijn familie nog wel in het dorp woonde. Wat was zijn volgende stap als ze daar niet meer woonden of als ze hem niet herkenden? Saru had geen antwoord op al deze vragen en hij werd alleen maar zenuwachtiger. De dorpsbewoners herkenden hem niet gelijk. Maar een oude vrouw kwam naar hem toe en ze omarmde hem uitbundig. Saru kende de vrouw niet, maar wist zeker dat ze hem wel kende en dat ze hem wegwijs zou kunnen maken. Weet je wie de vrouw was? Het is niet erg als je het niet weet. Je kunt je alvast abonneren op ons kanaal en het belletje aanzetten. Tot Saru's grote verbazing was deze vrouw zijn moeder. Hij had haar niet eens herkend, maar ze had hem wel onmiddellijk herkend. Saru kon het niet geloven dat ze hem niet vergeten was. Hij was zo blij dat hij na een zoektocht van 25 jaar eindelijk zijn moeder weer zag en dat ze hem ook nog herkende. Zijn moeder was hem nooit vergeten en zocht jaren na zijn verdwijning nog naar hem. In haar hart wist ze dat hij nog in leven was en dat ze hem terug zou zien. Ze had de hoop nooit opgegeven en keek elke dag uit naar zijn komst. Ook al duurde het 25 jaar, ze was nog steeds heel blij dat ze Saru terug kon zien en dat hij daadwerkelijk gezond was. Saru was blij met het warme welkom, maar er ontbrak iemand. Waar was zijn broer? Zijn moeder vertelde hem toen het trieste verhaal. Toen Saru was verdwenen, zette zijn broer alles op alles om hem te vinden, maar hij kwam daarbij om bij een treinongeval. Zijn moeder bleef toen helemaal alleen achter met de hoop dat Saru ooit weer naar huis zou komen. Ze was al die jaren verdrietig, maar de gedachte dat haar Saru nog leefde gaf haar elke dag moed. Saru was kapot van het nieuws en hij wist zeker dat zijn broer zich schuldig gevoeld zou hebben toen hij jaren geleden verdween. Nu Saru zijn moeder gevonden had, kon hij haar niet zomaar achterlaten. Hij wist hoe moeilijk ze het hadden toen hij klein was en hoe hard zijn moeder moest werken. Het was nu zijn beurt om zijn moeder te verzorgen. Hij ging terug naar Australië en stuurde maandelijks geld naar zijn moeder. Hij kwam ook dikwijls op bezoek bij haar en nam ook een keer zijn adoptieouders mee. Saru was zijn adoptieouders erg dankbaar dat ze hem een kans gegeven hadden in het leven. Het was niet fijn dat hij als kleine jongen verdwaald raakte, maar hij haalde er iets goeds uit en kon vandaag de dag voor zijn moeder zorgen. Zijn moeder was de adoptieouders ook dankbaar dat ze zo goed voor haar zoon gezorgd hadden. Ze zou hem nooit het leven kunnen geven dat deze ouders hem gegeven hadden. Saru is een succesvolle man en zijn verhaal laat een schok achter in de wereld. Ik wed dat het verhaal van Saru jou ook geschokt heeft. Er is ook een film van dit waargebeurde verhaal. Als je de naam van de film kent, zet dan deze in de comments. Abonneer je op ons kanaal en zet het belletje aan, dan zien we je zeker weer bij de volgende video.